eruit. Allemaal anekdotes, allemaal geweldig. Dus ik wist op dat moment wist ik direct van, dat wordt het. Ik ga Koos ga ik die foto's laten vertellen, de verhalen over vertellen. En dat verhaal dat schrijf ik bij die foto's. Nou, ik zit zelf in, in de video business, dus ik denk, nou, ik ga het helemaal niet alleen maar opschrijven, ik ga het ook opnemen. Toen kwam ook al vrij snel het idee om jou erbij te vragen, Danny, want met z'n tweeën is het altijd leuker om een beetje heen en weer te ketsen in die verhalen. Dus dat was echt... Ik heb qua anekdote, moet ik toegeven, ik heb er nog veel moeten leren. Ja. Anders was je boek een soort zedendelict geworden. Ik moet een hand remmen. Goed, nou, toen wist ik dus van nou, zo in die vorm wil ik het gaan gieten. Daar zijn we toen mee begonnen. Alleen Koos die zei natuurlijk zeer terecht van ja, maar we wachten even tot 2011, want dat wordt een jubileumjaar voor Herman. En wat dat betreft kan ik niet anders zeggen dan dat ik het met Hans helemaal eens ben dat het mij er ook vooral om te doen is om gewoon een fantastisch verhaal neer te zetten ter herinnering aan onze grootste rock'n'roll hero ever in Nederland en omstreken. Want jullie waren wel verder bekend dan alleen in Nederland. Gelukkig. Ja. En hoezo? Nou, dat is heel persoonlijk. Okay. Dat ga je nou ook niet vertellen? Nee. Okay. Nou, misschien straks dan. Maar goed, dat boek is gekomen. Ik vind het fantastisch. Ik ben er ontzettend blij mee. Voordat ik het eerste exemplaar aan jou ga overhandigen, moet ik eerst even een paar mensen bedanken. Natuurlijk, in de eerste plaats, mijn vrouw Ineke, die op een gegeven moment mij toch een beetje dat setje heeft gegeven van jongen, doe het maar. En die wat dat betreft daarachter is gaan staan. Het heeft wat gekost en wat dat betreft zit zij natuurlijk ook mee in de winst of in het verlies. Ja, met zo'n gunnet. En nu wat doen, jongen? Ja. Mijn broer Kees, want die heeft natuurlijk die heeft die dvd zitten bekijken, die heeft de teksten ingekort en bij de dingen gezet. Hartstikke tof Kees dat je dat hebt willen doen. Mijn zoon Bart moet ik natuurlijk bedanken, want die heeft de afgelopen, ja het lijkt een beetje op een familiebedrijf jongens, maar het klopt ook wel. Maar Bart die heeft de afgelopen anderhalve week, elke dag allemaal dvd's in het boek zitten drukken. En dat was nog best een lastige klus, want die foto die erop staat, die moet exact wel in dezelfde richting moet die zitten. Bartje, bedankt. Ik moet Corné en zijn vrouw, Fijke, moet ik bedanken. Fantastisch samengewerkt als uitgever. Ik heb nog nooit met een uitgever te maken gehad. Het was de eerste keer, misschien de laatste keer, want ik heb verder voor QB of zo heb ik verder niks. Dus dat... Oh, jammer hè? Ja, waarschijnlijk. Oh. Maar echt super samengewerkt. Frans Jansen, jouw schoonvader, die heeft het boek vormgegeven op een voor mij prachtige manier, heel sfeervol. Niks overdadig qua vormgeven, mooi uitgezoekt, helemaal in, ik vind helemaal in balans. Dus jullie ook super bedankt voor de medewerking. En dan bijna last but not least, want jij bent last. Maar not least, maar bijna last but not least, is mijn zoon Sjors. Oh ja. Die is de ene last but not least. Kijk, zonder Danny had ik die foto's nooit kunnen maken. Maar Sjors die heeft misschien nog, zonder dat hij het zelf heel erg beseft, maar die heeft toch wel een heel belangrijke rol in dit verhaal gespeeld. Want hij heeft voor mij, hing vader hing weer aan de telefoon, je moet even snel een flyertje maken. Hop, en dan kwam er een flyertje. Ja, je moet even een banner maken, je moet even dit doen, kun je een website voor me maken. Hij heeft mij ook op allerlei momenten goede kritiek gegeven, aanwijzingen gegeven. Ja, maar let hierop, let daarop. Op momenten dat ik dreigde wat slordig te worden, heeft hij toch mij min of meer even een zetje teruggegeven, waardoor ik denk van ja, shit. Jouw rol in deze is groter dan jij misschien zelf denkt, voor mij. En dat is, ik word bijna emotioneel. Hey, super, super. Oké, ik heb denk ik niemand vergeten. Dus ga ik nu over naar the last and not the least. Ik vind het echt een fantastische eer en geweldig dat ik het eerste exemplaar van dit boek aan jou mag overhandigen. Ik zal niet zeggen dat zonder jouw medewerking het boek er helemaal niet gekomen was. Maar één ding wil ik wel zeggen. Het zou zonder jouw medewerking in ieder geval wel op een hele andere manier gekomen zijn. En jij en Koos,
hebben ervoor hebben er echt voor gezorgd dat het is wat het is geworden. En, dat, en ik ben er verschrikkelijk trots op. En, Heel erg bedankt. Ik had eerlijk gezegd, toen Tom me belde met, en hij legde me uit met, wat hij wilde doen. En eerlijk gezegd, in eerste instantie dacht ik, weer een boek!